creatieve sector is een beeld. Als mensen dat zien, weten ze niet hoeveel jaren daaraan vooraf gegaan zijn. Want zo'n beeld ontstaat niet plots. Zo'n beeld, mensen weten dat niet. Maar daar hebben meer dan 45 verschillende mensen met 45 verschillende vakberoepen aan gewerkt. Want zo'n monumentaal bronzen beeld van bijna 1000 kilo, dat loopt natuurlijk door heel verschillende stadia. Je hebt niet alleen de bronsgieter en de metaalbewerker en de structurele ingenieur, maar als kunstenaar zit je aan de basis. Het is zoals een dirigent of zoals een architect. Je moet zorgen dat alles perfect overeenkomt met de visie die je hebt als kunstenaar. En dan het geheim van het beeld. Want mensen zeggen, waarom heet het Le Grand Vivisecteur bijvoorbeeld, de grote vivisector? Dan zeg ik, een beeld is zo'n beetje als een geschenk. En als ik jou een ingepakt geschenk geef voor jouw verjaardag, dan wil jij dat ook zelf uitpakken. Ik denk dat wij in de kunstwereld te veel uitleggen. Dus voor mij een titel zoals Le Grand Vivisecteur is een soort van sleutel. Dus mensen kunnen opzoeken wie was Le Grand Vivisecteur. Maar het is ook gewoon een beeld ontdekken en zien wat een beeld geeft het de tijd om tot jou te spreken. Maar wat fantastisch is door een beeld te installeren in het historisch centrum van de stad Mechelen, heb ik echt het gevoel terug naar Vlaanderen te komen. Want ik ben eigenlijk al 30 jaar geleden uit Vlaanderen vertrokken. En ik heb dus het grootste deel van mijn carrière gemaakt in het buitenland. En het is dus vrij zelden dat ik iets doe in Vlaanderen. En dit is een van de heel weinige beelden van mij die in de publieke ruimte staan in mijn geboorteland. Dus voor mij is het een groot moment om zo'n beeld, zo'n belangrijk beeld, in Mechelen te zetten. Voor mij is transit ook heel belangrijk, want op dit moment werk ik met heel grote galerieën. Maar ik heb altijd tegen mijn grote galerieën gezegd, die galerie Transit, die mij 30 jaar geleden ontdekt hebben, daar werk ik nog steeds mee samen. En dus die band, zij zijn nu ook al een aantal jaren aanwezig in Mechelen. En dus het is heel belangrijk dat de rol die zij daarin gespeeld hebben. En die band met Vlaanderen die nog altijd bestaat. Wel, voor mij persoonlijk betekent het beeld dat de stad Mechelen een zorgzame stad is. Als je goed naar de grote vissector kijkt, dan zie je een uil die zorgzaam is. Een uil waar je ook in kan plaatsnemen. Dus dat is die zorgzame stad. Men kan het ook anders interpreteren. Men kan ook zeggen, die uil is iets heel groots. Die uil die straalt een zekere autoriteit uit. Die dualiteit tussen de beiden, dat vind ik eigenlijk het mooiste aan dit kunstwerk. Ik denk dat het echt een beeld is dat zich langzaam zal openen. En mensen die hier wonen, die hebben natuurlijk de kans om het regelmatig terug te zien. En het beeld zal ook veranderen met het weer. En dat is iets dat dus fascinerend is bij beeldhouwkunst. Ga ook kijken naar de rug, ga erin zitten, ga er eens over voelen. En dan stilaan wordt dat dan misschien een bekende voor je.